Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen de dag met een paar wolkenvelden boven het land, maar in het noorden schijnt de zon al volop. De wolken gaan voor een deel oplossen, dus zien we overal van tijd tot tijd de zon schijnen, met een paar wolken en de meeste zonneschijn in het noorden van het land. Aan het einde van de ochtend is het al 20 tot 24 graden en vanmiddag wordt het nog warmer, plaatselijk 28 graden. Maar je ziet het al, dat blijft niet ongestraft. In de loop van de middag gaan er buien ontstaan. Kunnen zware buien zijn met onweer, hagel en lokaal veel neerslag, vooral in het zuiden en oosten van het land. Ook vanavond nog enkele forse buien, zeker niet overal noodweer, maar wel op een enkele plek, dus hou de regenradar goed in de gaten. In het noorden en noordwesten blijft het vandaag verder droog. Morgen blijft het in het hele land droog, de warme lucht wordt dan verdreven. Het wordt nog 24 graden in Maastricht en 21 graden aan zee bij een matige noordwestenwind. Ook donderdag en vrijdag verwachten we droog weer. Vrijdagavond of zaterdag komt het volgende regengebied eraan. Dus in het weekend wordt het weer wat wisselvalliger. Temperaturen blijven dan rond de 20 graden uitkomen. Maar nogmaals, hou de weerberichten vandaag in de gaten. Kan plaatselijk zeer slecht worden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.